Als jullie van hier vallen, schip of zes halen eruit en vier worden er verplaatst. De Chesapeake Bay Retriever, misschien de minst gekende van onze groep 800. Het is een rapporteur, dat is duidelijk. En hij komt van Chesapeake Bay, de B die draait rond New York rond het vrijheidsbeeld. Even voor, we zijn aan de helden met de Labrador en de Nova Scotia. Nova Scotia, hoe kon hij het liever? Die zegt ineens van waar hij komt en welk werk hij moet doen. Heel pittig hondje, niet groot, vandaar dat we zijn populariteit hebben. Ondertussen is de keurmeester aan de Clumber gekomen in de Field in de Sussex. En de Engelse vogelspaniel en de Amerikaanse vogelspaniel. Hij is slecht gehoord, hij heeft geen oortjes, hij heeft geen ogen, hij heeft een kluit dat naar beneden gaat. Misschien wel de pittigste van de 16 minuten van de tijd. De vader is het hier kijken, beter en beter, en we zien het. We zitten prachtig om te kijken. De golden retriever. En natuurlijk, de kleur van de golden is die precies van vele mensen zo of zo niet veel licht is. En de golden is erbij. Hij loopt de ene aan naar de zijkant van de vijver, zodat voor de meerderheid voor de rijders te kunnen schieten. En hoe klein dat het rondje dat is, en dan één voor één binnen zonder twijfel. Het kan heel goed werken, het is heel goed op gehoord zijn, als je het enzovoorts. De Spaanse achterhand, de Italiaanse achterhand, de Portugese achterhand. En dat is wel heel populair geworden voor Barack Obama, die er twee had. Hij had twee van de Portugese achterhanden. Weet je de naam niet meer, maar in ieder geval dat hij had er twee. En het is soms heel anders dan het zien. Dit is de Engelse string spaniel. Als je van Kwasjeus zijn spreekt, hier is het zoeetje. Is al meer populair op dit moment. U kent het wel, maar we hebben het wel gekregen. Maar meestal zie je een andere kleur. En we hebben nog een uitkering van de Amerikaanse top erbij, dat kon je eens vergelijken. Dit is toch een hondje dat werkt, zonder twijfel. De Amerikaanse top is dat moeilijk te werken, omdat die puur naar school is. Flat komt het retriever op nummer 3. Op 2. Mevrouw, wij staan hier. De tweede plaats is voor de Golden Retriever. En ik zal hier even snel. Nummer 1 is voor de Portugese waterhond. Proficiat, dankjewel meneer Bol.
doop, 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 doop,